Hoi, op zaterdag 3 februari ben ik bij mijn eerste mogelijkheid naar de Gierwalk van Texel gegaan. Ik twits onregelmatig, zo ben ik niet in 2012 naar Zuid-Vlaanderen geweest en deze wil ik graag zien. Een paar jaar terug heb ik hem ook in het noorden van Noorwegen gemist. We hebben de boot van 7:30 genomen en staan met een man of 100 verdeeld over twee plekken de slufter erin te kijken. Omdat hij de afgelopen dagen 's ochtends stevast is gezien, blijft de moed er goed in, ook al zien we het eerste uur niets. Er vloog trouwens wel van alles langs, zoals slechtvalk, smelken, havik en blauw kiekendief. Maar nog geen spoor van de gierwalk. Na dik 2 uur begint de twijfel er toch al een beetje in te komen en samen met de kou wordt het steeds minder aangenaam. Het punt hier is ook, als je hem al ziet, dan is de afstand enorm. Hij zou ongeveer hier moeten gaan zitten, een afstand van 1,2 kilometer waar wij staan. Bij het restaurant staan ook een hoop mensen, de afstand daar is ongeveer 1,3 kilometer. Om de tijd wat beter door te komen, besluiten we een gokje te wagen en de duin in te lopen, in de hoop hem in de slufter in te zien vliegen. Tja, ik heb er helaas geen beelden van, maar dat pakte heel goed uit. Maar het was zo onmiskenbaar. We waren nog maar amper halverwege de slufter en hij komt ingevlogen ongeveer in deze richting. Het ging erg snel, maar onmiskenbaar. Vanaf het uitkijkpunt komt een flinke uitloop op gang die er veelbelovend uitziet. Echter na wat belletjes blijkt dat ze helemaal niet zien, want ze staan te laag. Dus we blijven hier mooi zitten op het hoge duin. Na een dik uur zit er nog geen beweging in, dus gaan we naar het uitkijkpunt bij het restaurant. Nou, daar zit hij dan. Op circa 1,4 kilometer. Met de converter ertussen en de stabilisatie aan is hij nog net herkenbaar. Door de telescoop moet je ook echt heel erg goed kijken. Ondertussen komt de meute terug uit de sluf te lopen, want het schiet er niet erg op. En bovendien kun je daardoor het water ingesloten raken. De gierwalk zit meest erg stil. En als hij alleen maar even met zijn kop beweegt, is dat eigenlijk wel een leuke actie. Even later vliegt hij zelfs op om een heel klein stukje verderop weer te gaan zitten. Omdat de afstand nog iets groter is geworden, zijn we naar het oude punt gegaan. Er zit hij inderdaad wat dichterbij, maar het licht is wel veel slechter en nog belangrijker, hij zit lastig gedraaid. Zo is er weinig aan. Hij slaat nog een keer met zijn vleugel en vliegt helaas niet op. Wel loopt hij even later een stuk over de grond, op zich grappig om te zien. Tot slot werd hij nog een keer uitgedaagd door een blauw kiek. Na een uurtje zijn we hier weggegaan, daarna zou het nog tot de schemer duren voordat hij van zijn plek afkwam. Onderweg naar huis zagen we nog de burgemeester van Den Helder en achter de dijk een mooie groep vraters. Tot slot nog wat twitstaferelen en op naar de volgende.